Nou, wat hebben we hier? Wat is dit? Wat dit is fles. 46. Het wordt even opgezocht. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Nou, ik kan het niet vinden, denk ik. En er komen auto's aan die ook willen kijken vanzelf. Oh, die haalt ons wel in. Nee, kan niet gevonden worden. Nou, het lijkt wel een kuikentje of zoiets in dat mandje. Daar. Fles, ja, ik weet niet wat het betekent. Het is ook jeugd tot en met 12 jaar. Maar wel leuk. Het zijn kinderen die dat gemaakt hebben. Ik denk het ook, ja. Ja, jeugd tot 12 jaar. Kijk, die echte grotere dingen, dat doen de volwassenen. Dat supermooie. Ja. Ah, lekker even dat windje. We hebben ook nog een rommelmarkt. Ook dat nog. Hé, dat is ook leuk. Kijk mezelf filmen. Door de spiegel heen. Allemaal spulletjes te koop. Oh, hier, kijk. Jungle Book. Oh, wauw. Kijk nou eens, lieve vrienden. Al wat mooi. Dit is schitterend. Ik moet eventjes uitzoomen. Zo, kijk dan eens. En dat allemaal van bloemen gemaakt, lieve vrienden. Is dat niet mooi? Komt op YouTube te staan. Zo, mooi zo. Goed zo. Dank je wel. Gaan wij kijken. Je weet mijn naam niet. Ze weet mijn naam niet. Hoe kun je dan kijken? Ja, dat was echt schitterend werk. Echt wel. La, wat is dit? Oh, een stuk kunstwerk of zo. Ja, zo. Tulpenstraat. Nou. Tjonge, nog een toto. Zien we nog een bartje? Ik kan niks meer zien. Nee, ik ruim. Nou, dat doe ik jullie weer even uit. We rijden nu Annapolona binnen. Ja. Dus nou is het hier zoeken. Totdat we weer wat vinden. En dan vlog ik weer. Dus beetje bij beetje film ik. Dus beetje bij beetje kom ik terug. Nou, Sandra neemt hem even over. Ik hoop dat je weet hoe die een beetje werkt. Nou, hoe mooi is dat? En wat staat er? Ik zie dat niet. Drie handen. Piano Man van Billy Joel. Dat is mooi, hè? Als je inzoomen moet, dat moet je met die bovenste knop doen. Nee, bovenste knop. Bovenop. Ja, en dan... Nee, dan maak je foto's. Naar je toe draaien. Ik zoom niet in. Ze zoomt niet in, want dat ken ze niet. Nou ja, dan hebben we pech. Maar hij is mooi. Zeker weten. Nou... We gaan weer verder. Tot de volgende. Kijk, lieve vrienden. Dat is nou een brug in Annapolona. Die is ook helemaal met bloemen bekleed. En dat is zo geweldig mooi. Ja, we gaan er nou naartoe. En dan rijden we er heel langzaam er langs. En het is zo geweldig mooi. Hoe ze dat in vredesnaam krijgen gedaan, bloemen in het water. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien bij die fontein. Nou, kijk eens hoe geweldig mooi dat is. En dat zijn bloemen, hoe heet die bloemen? Goh, ja, ik niet weten. Maar het is hier gigantisch mooi. Allemaal bloemen in het water. Allemaal bloemen in het water. Ik kan een niet bij met mijn camera. Oh. Ik hoop dat jullie wat kunnen zien.
dus mozaïeken in het water eigenlijk altijd waren. Maar dat is zo mooi. Daar, hier komt weer een brug aan ook. Heel mooi ook weer met een andere kleur bloem. Enkel wat voor kleur weet ik niet hoe dat heet. Het is niet geel, het is niet oranje, het is niet bruin. Heel vreemd kleurtje. Het lijkt wel chrysanthemum, man. Of zoiets. Hoe ze dat versieren, ik weet het niet, maar... ja, het is gewoon gigantisch mooi. Ik denk dat we nou heel eventjes niks krijgen, vanwege de kruising ook. Denk ik. Dus je ziet wat. Ja, maar dat is aan de overkant. Ja. Dan kijk ik niet bij... Auw, ik doe me heel even uit. Nou, daar hebben we een eenhoorn. Ook door jeugd gemaakt. Echt mooi hoor. Dat de jeugd. Unicorn dat... loves butterfly. Hoe? Unicorn. Unicorn? Loves... Wat is een unicorn? Dat is een unicorn. Oh, het is dus een unicorn. Oké, weten we dat ook. Met een poesjebeestje erbij. Wat lief hè, dat poesjebeestje. Maar oké, we gaan weer verder, toch? Ja. Even weer uitzoomen. Zo. Nou, kijk eens, een bruggetje. Een bruggetje in het klein nagemaakt. Eerste prijs. En dat is de eerste prijs. Kampioenbruggen, bruggen versieren, kleine bruggen. Ja, de punten zie ik niet, bekertje staat erbij. Nou, hoe mooi is dat, hè? En wat voor bloemen zijn er nou? Ik ken er niet achter komen. Gele bloemen. Rozen. Maar wat zijn die gevlamden? Tulpen. Ja, dat gevlamden lijkt me... Tulpen. Ja. Nou ja, het lijkt op rozen en het lijkt op tulpen. Dus ja, echt heel mooi. Kijk, hier bloemetjes. Echt heel mooi gemaakt. Toch? Ja, vind ik van wel. Nou, dan gaan we weer verder. Het stinkt hier naar rook. Wees maar blij dat jullie het niet ruiken, maar ik wel. Nou, lieve vrienden, de Queen of Soul. Ook eerste klas, mozaïeken. Is heel erg mooi. Ik sta er nu bij. Ik zit niet in de auto. Ik sta nou bij de mensen in de tuin. Hoe geweldig is dat, hè? De Queen of Soul. Ja, ja. Maar ik heb jullie nog meer te laten lezen. En dan moet ik weer teruglopen naar voren. Dus ja, dat doen we dan even. Dat is ja, echt super mooi gemaakt. En om, ja, er zijn natuurlijk meerdere mensen hier. En aangezien de vlog, kijken we nu naar de rand. Maar nu hebben we hier het papier. En dat kan jullie dus lezen. Enkel ik. Komt op YouTube hoor. Nou, we zien, ladies. Nou ja, als jullie het willen lezen, dan zetten jullie de film maar op stil. Dan kan jullie het lezen. Simpel. Want het is niet bepaald warm om hier te blijven staan. Dus ja, nog één blik op het kunstwerk zelf. En dan gaat hij uit.